Van de racebaan in Abu Dhabi naar de kartbaan in Utrecht. Hier kijken deze fans naar de kwalificatie. En het is duidelijk, ze zijn hier allemaal voor... Max. Van Max. Max. Super Max. Voor hem kan ik niet echt één coureur noemen die Formule 1 zo bekend gemaakt heeft in Nederland. Super, super Max, 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 super Max, Max. Het gaat gewoon voor elk gat en laat geen kans liggen. Bij de kwalificatie in de Formule 1 gaat het natuurlijk om snelheid. De coureur die het snelste is, mag morgen bij de race vooraan beginnen. En Max Verstappen gaat mee in de slipstream en wordt mede daardoor de snelste tijd op dat moment. De kwalificatie was ontzettend spannend. Renger van der Zanden is autocoureur en volgt de Formule 1 al jaren. Ontzettend bijzonder seizoen. Vooral omdat wij als Nederlanders kijken naar een Nederlander die voor het eerst in de geschiedenis van de autosport überhaupt vecht voor het wereldkampioenschap. Ja, die trilt wel een beetje. Die spanning, dat heeft toch ook wel weer iets. Rillingen, ik kan niet slapen, echt niet. Iedere Formule 1 race worden er punten uitgedeeld. Hoe hoger een coureur eindigt, hoe meer die er krijgt. Max Verstappen en Lewis Hamilton staan nu dus gelijk. Degene die morgen de meeste punten haalt, wordt wereldkampioen. Halen ze allebei geen punten, dan wordt Max Verstappen kampioen. Omdat hij dit seizoen 9 races won en Lewis Hamilton 8. Maar er is ook nog iets anders mogelijk. Het kan dat ze op elkaar klappen en er samen afgaan. Afgelopen zondag gebeurde het namelijk ook al dat ze botsten. Volgens veel mensen omdat Max te agressief reed. Max is van nature een hele agressieve coureur. En ik denk dat Max zichzelf niet gaat aanpassen aan niemand niet. Wat hij ook aan kritiek krijgt. Hij blijft gewoon rijden zoals Max denkt dat hij moet rijden. En dat doet hij ook in de kwalificatie. Max Verstappen wordt de snelste tijd. En zo uitbundig zien we Verstappen niet vaak. Oh yes! Didn't expect that one, but amazing job guys. Nou, perfect eigenlijk. Ik vind het heel goed. Super tof. Dat is echt heel, heel fijn. Goede uitgangspositie om morgen te winnen. Nou, Lewis en Max zijn allebei ontzettend goede coureurs. Allebei ontzettend talentvol. Ik ga morgen op het puntje van mijn stoel gaan we die wedstrijd kijken. De kinderen hier weten het al. Wie wordt de wereldkampioen? Ja, Verstappen natuurlijk. Max natuurlijk. Ja, Verstappen. En ik denk ook wel Max. Ik bedoel, ik kan ook sowieso voor de camera niet zeggen dat Hamilton het wordt. Daar heb ik problemen, denk ik.